Goedemorgen, welkom bij het beursjournaal van donderdag 11 juni. Naar verwachting zal de beurs van Amsterdam vanochtend bij het klinken van de bel direct het groen opzoeken. Hiermee reageert de beurs op de koerswinsten in Azië en Amerikaanse futures die eveneens op plus staan. De Nikkei-index wist voor het eerst in 8 maanden tijd weer de 10.000 puntengrens te doorbreken. Of de index dit weet vast te houden is volgens analisten echter nog maar zeer de vraag. De supermarktbranche zag in 2008 de omzet stijgen naar ruim 30 miljard euro. Dat betekent een stijging van 6,5% ten opzichte van 2007. Voor heel 2009 verwacht het CBL een groei van 3%. De gevolgen van de kredietcrisis beginnen inmiddels voor steeds meer mensen merkbaar te worden, wat tot gevolg heeft dat de populariteit van het huismerk stijgt, waar de aanmerken verliezen. Rabobank is de eerste bank die er weer in geslaagd is een achtergestelde lening in de markt te zetten, waarbij geen garantie wordt gegeven dat deze wordt terugbetaald. De leningen bieden een hoge rente van maar liefst 11%. Sinds het omvallen van Lehman Brothers waren dergelijke speciale leningen niet meer populair. Nu Rabobank weer een succesvol een lening heeft geplaatst, kunnen andere banken deze mogelijkheid ook weer als een serieus alternatief zien. En dan nu over naar Amerika en Azië. De Fed presenteerde gisteren het Beige Book. Uit het rapport blijkt dat de economie in de Verenigde Staten zwak is. Volgens de Fed kunnen consumenten nog steeds moeilijk aan een nieuwe lening komen, ondanks de diverse stimuleringsmaatregelen die door de regering van president Barack Obama genomen zijn om de kredietmarkten te stimuleren. Markten die vooral hinder ondervinden van de economische teruggang zijn de arbeidsmarkt en de commerciële vastgoedmarkt. De Amerikaanse beurzen sloten gisteren lager. De Dow Jones eindigde op 8.739 punten, een verlies van 0,3%. De S&P 500 verloor 0,4%, evenals de Nasdaq. In Azië overschreed de toonaangevende Nikkei-index de 10.000 puntengrens. Dit was de afgelopen 8 maanden niet meer voorgekomen. Analisten twijfelen echter of de index deze stand weet vast te houden. Kort voor sluiting van de markt dook de index weer nipt onder deze psychologische belangrijke grens. In Hongkong noteert de Hang Seng-index op een plus van 0,34%. Het was het voor vandaag. Fijne dag en graag tot morgen. On Wall Street.